Hallo allemaal en welkom bij deel nummer 7 van Farming Simulator 19 hier op Erlengrad. Ik ben Ruben en het is tijd. Het is 10 uur 's avonds. We hebben nog 2 uur en zoals je hier kan zien, de silo's zijn vol, de oogst is klaar en het fermenten is 100%. De silo is geopend. 614.000 liter mogen we nu gaan scheppen. En het valt nog mee hoe donker het is. Oh, daar gaan we. Ik heb hier echt zo ontzettend veel zin in. Hoppatee. Lampjes aan. Die ook. Dat houdt namelijk in dat we deze nacht nog betaald gaan krijgen. Oh. Ja, ik kan het wel in die bak gaan gooien, maar dit gaat net zo snel, denk ik. Voor mij is het gewoon in dit vak stoppen en dan is het al genoeg. Even kijken hoor, we gooien er nog een schep in en dan gaan we eens even dat van dichtbij bekijken. Dat we in ieder geval zeker dat we genoeg hebben. 5000 liter. Ja, het is een hele klus. Met zo'n shovel. Dat geef ik meer dan, dan eens toe hoor. Zo. We hebben er nu bijna 10.000 liter ingegooid. We hebben hier zo'n mooi display. Zoals je ziet gaat iedere seconde gaat er 10 af. En als we de tijd versnellen. Oké, dan gaat het er sneller gaan. Dus echt iedere werkelijke 10 seconden in het spel. Of iedere seconde in het spel gaat er iets vanaf. En als je de tijd versnelt, gaat er meer vanaf. Oh, mensen, ik heb hier zo ontzettend veel zin in. Ja, het is echt een hoop scheppen. Ja, we gaan gewoon even in deze aflevering gaan even de bak een beetje vol scheppen. Gaan we gewoon eens kijken hoe ver we komen in voor middernacht. Want dan weten we ook ongeveer wat we iedere 2 uur krijgen. Dat is gelijk een goede steekproef dit. Want dan doen we dat keer 12 en dan weten we wat we per dag gaan krijgen. Hè? Ja, zo zit het maar net. Ik ben ook benieuwd wat het maximum is, want dat display is erg groot wat daar staat. Oh. Ik ben wel bang dat dit zo'n klusje wordt dat na een tijdje heel erg saai gaat worden. Ja, onthouden hè, we hebben dit apparaat geleased. We hebben dit niet gekocht. Dus we zitten niet in dit apparaat vast. Ik wil eigenlijk wel gaan werken met een lopende bandsysteem. Dat we het gewoon in een aanhanger dumpen en die aanhanger heen en weer rijden. Ik heb het weer een vol bakkie. Tja. Als we 600.000 liter hebben liggen. Dat is 20 keer rijden per 100.000 liter. Dus moeten we dit dus zo'n 120 keer doen plus een beetje. Laten we zeggen 125 keer. Dat betekent 22.000 liter in. Dus we houden het aardig makkelijk bij. Gaan we de tijd eens een keer 5 zetten. Dus gewoon even op zoek naar de juiste hoeveelheid, de juiste snelheid. Ho, wacht even hoor, dit is nou niet goed. Zo, weer een vol schepje. Die andere bak is dan ook bijna klaar met fermenteren. Ja, we hebben vanaf heden dus aardig wat te doen, dat we dus telkens die bak moeten legen. Het gaat nu iets sneller leeg, hè? Het gaat nu
Omdat het keer 5 gaat met 50 per seconde voor ons dan op dit moment eruit. Maar ik ga hem even een keertje volgooien op deze snelheid. En weer helemaal vol. Ik ben iemand die dit soort werkzaamheden in Farming Simulator niet erg vindt. Ik snap best dat er mensen zijn die zoiets hebben van, oh man, ik ben liever op het land bezig. Maar ja, dit hoort er allemaal bij, hè. Dus hoe we ons geld verdienen. Ik denk dat ik hem zelfs nog een tandje sneller kan laten gaan, dat we het nog bijhouden. De silo is klaar met fermenteren. Dat is die andere silo. Die laten we nog even dicht. We zijn voorlopig hier nog wel even zoet. Ho, 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 ho. En weer leeg. Oh, we krijgen gewoon betaald vannacht. Maar de vraag is of het genoeg gaat zijn om alle kosten die we hebben met alle lease en zo te kunnen dekken. Hoppatee. En dit moeten we gaan doen tot 6 uur 's morgens. En dan hopen dat die kuil al een beetje erg leeg is hier. Ja, je hebt dus 60 liter per minuut. 60 liter per minuut, als ik het goed zeg. Keer 6 is dan het uur. Even deze erin gooien. Toch? 60 in 60 is 3600 liter. Is dat per uur maar 3600 liter? Nee. Nee, het zal wel 36. 6 keer 6 is 36. Plus 2 nullen is 3600. Maar we gaan wel zien. Zit het wel bijna vol? Nee. 42.000 liter. Ja, het zal wel 36.000 liter per uur zijn dat ding aan kan. Ja, het is helemaal geen 60 per minuut. Het is 600 per minuut. Zo, goedemiddag. Mensen hebben lopen schreeuwen naar hun beeldscherm verder. Ruben, het is 600 per minuut. En dan kom je wel uit op 36.000 liter. Dus de berekening was goed, alleen een nulletje. Hè? Wat is nou een nulletje? Hey, 36.000 liter per uur. Nou, dat is toch aardig wat nog. Dat is een aanhangertje. Een volle aanhanger, dan hebben we nog over per uur. Het enige nadeel van die lopende bandjes is dat die natuurlijk niet sneller gaan lopen naarmate dat je de tijd sneller zet. Zo. Ze hebben nog 550.000 liter over. Hallo. Goedemiddag. Dus jij weet ook, als we dit nou zo laten, kunnen we een uur op het land werken en hebben we nog over, hè? Uh-oh. Oké, okay, dus als we daar te veel neerleggen, dat raapt hij niet op, helaas. Dat is jammer. Toch, want het verdwijnt niet, hè? Nee. Dit kan er bijna in.
Oh, ik kan het even netjes doen. Maar dit zou genoeg zijn voor bijna anderhalf uur. Dus dan kunnen we de tijd nog even wat sneller zetten. Kijk. Nu kan het schepje er wel in. Dus dan hebben we nog aardig wat te gaan hier. Wow, we hebben toch aardig ook al wel wat weggeschept hoor. Dat valt ook wel mee. We hebben pas 60.000 liter eruit. Het voelt als een heleboel. En dit gaat gewoon langzaamaan gestaag naar beneden. Dus als we nu de tijd op volle snelheid zetten. Zie, dan hapt hij dat lekker weg hoor. Dan hapt hij dat lekker weg. Kijk, nog een uurtje. Dus we hebben nou even pauze. Zo kan je het noemen. Zo, en nog een half uur te gaan. Deze moeten we hebben. Gaan we weer even vol scheppen. Totdat we A het uur doorkomen. En B dat hij gewoon weer lekker vol zit. Houdt ook in dat we nu dus liters opbouwen aan kunstmest dat we hier krijgen. Voor mij kan ik gewoon letterlijk rechtuit rijden en het hierin dumpen zo. Yes. We krijgen ook al kunstmest nu, maar ik denk dat we even daar nog een dagje mee wachten. Want ik weet van niet wanneer dat verwerkt wordt. Dat zou nou nog niet zoveel zijn. Ja, na een goede 24 uur zullen we een aardige voorraad hebben. Houdt in dat we een zaaier kunnen gaan kopen eigenlijk. Wat moeten we dat dan nu doen? Waar we gewoon geen kunstmest meer in stoppen, maar gewoon alleen zaaien. Aangezien we hier aardig wat liters gaan krijgen hoor, van dat spul. Maar ik weet ook niet hoeveel. Zo. Laten we even zorgen dat die bak weer een beetje vol zit. Langzaam verloopt de tijd ook een beetje. En weer heel wat liters, hartstikke idee. In de 30 zitten we, dus nog 3 bakjes scheppen en dan gaan we de nacht door. En dan heb ik wat te doen tot aan de volgende aflevering, tot aan 6 uur morgens. En waarom zeg ik 6 uur morgens? Ja, want dan moet die kuil leeg zijn eigenlijk om 7 uur, want dan moet de nieuwe oogst erin. Dan moeten we een nieuwe oogst hier gaan gooien hier. Het zal voor mij gewoon even een goede snelheid zijn te zien te vinden waardoor ik het kan bijhouden een beetje. Ik denk op 15 keer snelheid. Een beetje schommelen tussen de 15 keer en de 5 keer dat ik de nacht doorkop terwijl ik lekker aan het scheppen ben hier. Oh. Twee scheppies. Zo. Volgende schep. Het is wel een mooie kuil, moet ik zeggen. Het ligt er wel mooi in. Hè? Goed gedaan door ons. Ja, de vraag is, past de hele oogst in één kuil?
Nee, volgens mij was het dat laatste bakje eigenlijk, hè? Deze past er niet meer bij in, geloof ik. Of wel? Nope. Nou, dan wachten we even een paar tellen. Kijk maar. Nu gaat de tijd lekker hard nog. Maar we gaan hem gewoon even naar middernacht zetten. Dit is wel spannend. We hebben 2 uurtjes eraan gewerkt. Ja, toch zo'n 72.000 liter gaat er dan doorheen, hè? Als we goed hebben uitgerekend. Nog 3 hele minuten. Nog 2. Hoeveel zal het zijn? Hoho, 40.000 euro oogstinkomen. Hoho, yes! Oké. Okay. 7.000 aan de huur, dus dat valt mee. En nog eens een beetje aan leenrente. Dus 10.000 euro uitgegeven. Bijna 40.000 euro gekregen. Ik vind het een succes. Ik vind het een heel groot succes. Gaan we eens even kijken als we hem op 15 snelheid staan. Hoe we het ongeveer kunnen bijhouden of niet. Ja. Dan weten we dus. Nou, doe ik maar een keer 12. Wauw, dat wordt een dikke 4 ton. Waanzinnig toch? Of ongeveer 4 ton. Als we hem 24/7 kunnen laten draaien, hè. Dat kunnen we denk ik wel. Ja, we hebben nou geld in het laadje. Alleen we hebben geen ruimte. Dat is het nadeel. Ja, maar we komen de volgende dag ook echt wel door. Oh. Ik kan het net niet meepakken. Dat late kleine stukje daar. Nou ja. Dus dan is eigenlijk de vraag. Moeten we wel nu echt als een malle gaan verkopen bij de hoe heet dat, bij de hooizolder? De enige reden waarom we dat zouden moeten is omdat we extra geld nodig hebben en omdat we ruimte nodig hebben zo meteen om 7 uur 's morgens, want dat gaat het denk ik wel zijn. Ja, want dat gaan we nooit halen. We hebben nog 6 uur te gaan. Oké, dus wat we gaan doen. We gaan de tijd even iets korter zetten. Dan gaan we gewoon even alvast 1 keer rijden. Kijk, we hebben de bak er al achter hangen. Gaat verder goed, we missen alles, hè. Yes. Zetten we deze even hier neer. Ja, want daar zit genoeg liters in. Oh, we gaan geld verdienen vannacht. Oh, heerlijk. Hopelijk haalt hij dat. Ja, zo ongeveer. Even kijken hoor. Als het goed is. Ja, kunnen we. Die kant kan naar beneden, oké. Okay. Kom. Yes. Kijk, dan kunnen we het er wel in kiepen. Het gaat met het klepje bovenop.
Hoppatee. Alles voor het gemak, hè? Zo, ondertussen, die kan even doorgaan, hoor. Die, hoe heet dat ding? De biogas. We staan weer op 1 keer snelheid, dus je hebt nog voor een goed uur zat erin. Oh, wacht even, we moeten naar de aanhanger. Zo. Waarom wil die niet? Oh, daar gaat hij. Stond hij net nog iets te ver naar beneden. Dan denkt het spel, oh, we moeten lossen. Dus dan pakken we niks op. Zo. 15.000. Oh, die 16 liter die komt de volgende schep wel. En dit is ook anders als je zo'n lopende bandsysteem hebt, dan kan je het gewoon automatisch laten vullen. Hoef je daar niet bij te zijn. Zijn het echt zo, dus het ook zo moeten doen, hè? Dat kleine stukje, dat stoort me nog steeds hier. Nee, nog niet. Nu dan? Nope. Hij wil het echt niet oppakken daar. We zien het wel tegen het einde dan of dat een probleem is. Huppatee. Aanhangertje vullen is toch 11 keer scheppen, hè? Heerlijk werk ook om te doen. Ik kan dit ook echt wel persoonlijk wel even volhouden. Kijk, normaal sjeesje door de nacht, hè. Hup, volgende hoofd. Ja, als je kel voor doet, moet je er iets meer werk voor doen, hè. Nou, we hebben toch al aardig wat weggeschept uit die put, hoor. Zo'n 170.000 liter. Zo. Ja, gewoon aan het begin aan dit soort klussen. Er komt vanzelf een eind aan. Oh, nee. Onder de camerahoek, waarom verandert hij nou in één keer? Omdat je 6 dingen tegelijk wil doen.
Zo. Hoppatee. Ik ben namelijk met en met de vork bezig en met sturen bezig. De camera draag je bezig. Ga dan maar niet op een eetboordcontrole tegelijkertijd. Het is nu bijna vol. Nog één scheppie. En dan hebben we alweer 50.000 liter uit, hè. Gaat er hard, hè. Gaat er hard. Zo. Vol. Nou, dan doen we nog even één schepje vol gooien. En die gooien we even erbij in de biogas. Want het gaat aankoeken op je vork, hè. Dat moet je ook niet hebben. Zo. Ja, 20.000 euro bijna per uur, man. Dat is toch waanzinnig. Zo, lichtjes even uitdoen. Ja, een volle bak kuilvoer. Die moet naar de hooizolder. Wat zullen we krijgen? We gaan even spieken. Hopelijk is het niet al te tegenvallend. Toch ook bijna zo'n 300 per liter. Hier is het 297. Even fatsoenlijk wegdraaien. Even dat ding weer omhoog zetten, anders dan valt het er misschien allemaal uit. Kijk, daar gaan we. Een beetje mooi naar achter draaien, niet al te veel laten scharen. Hartstikke idee. De hooizolder, die zit natuurlijk helemaal aan de andere kant van de kaart. Dat is bijna een rechte weg ernaartoe, dus dat is wel mooi. Bakens aan. Midden in de nacht, zullen de mensen leuk vinden. Nou, die tractor heeft er nog aardig moeite mee, maar dat komt denk ik ook omdat we onderhoud moeten doen aan die tractor. Dan zal die een stuk beter optrekken. Dus dan gaan we zo meteen de terugweg doen. Kijk, en dan zijn we alweer een aardig tijdje bezig met dit hele gedoe hier zo. Dat zijn wel moderne lampjes, hé. Op het moment dat je in de buurt komt, gaan ze aan. Dat is, zie je tegenwoordig ook wel eens her en der gebeuren. Met sensoren, hè. Ik weet het, in het spel staan ze er gewoon en ze worden pas gerenderd op het moment dat je in de buurt komt. Maar het gaat even om het idee. Gaan we hier ook wel aardig wat verkrijgen. 15.000 euro, denk ik. Dat is echt niet verkeerd. Ik weet alleen niet wat die mensen ervan vinden dat we door een dorp heen kachelen zo om 1 uur s'nachts. Maar ja. Heel veel steden hebben zo'n verbod, hè, van, dat je er niet in mag rijden s'avonds. De binnensteden dan in ieder geval. Kijk, dat is een opslagsilo daar zo, treinstation. Ik ben een hoop in kwijt hoor. Op het maar, oh, wat ben ik blij dat dit moment er is nu, dat we geld gaan verdienen. Je maakt je stiekem toch aardig wat zorgen. Huppatee. Aan de andere kant van het gebouw. Loopt hij dood? Oké. Okay. Ik denk hier. Yes.
Zo. Kijk eens aan. Als een echte pro. Ho, 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 ho. Oh, hij pakt hem wel gelukkig. Dan gaan we. Spuug het maar uit, die 15.000 liter, hè. Spuug het maar uit. €15.500. Waanzinnig. Dus ik denk dat we nu oprecht kunnen zeggen dat onze geldzorgen niet langer een zorg is. We hebben gewoon geld. Ja. Even kijken hoor. Dan moeten we naar de shop. Dus dat is hier naar links. En dan verderop weer naar rechts. Kijk eens aan, hé. Kijk eens aan. Het begint op te leveren, jongens. Ja. Dus ik ga wel proberen om alles in die ene kuil te stoppen bij de eerstvolgende oogst. Dat wordt nog een hele puzzel. Dat wordt nog een hele puzzel. Hier naar rechts, niet vergeten. Want ja... Dat is ruim 1 miljoen liter. Hetgene wat ook inhoudt. Dat we waarschijnlijk te veel. te veel kuilvoer maken. Want ja, als ik het goed uitreken, dan heb je dus 720.000 liter voor 20 uur. En dan nog 4 uurtjes. Dus dan moet je er nog 100... ho, ho, ho. Kijk, zie je daar, ben ik een kerel. Ik kan niet twee dingen tegelijk. Hè. En hoofdrekenen en op de weg letten. Dus dat is nog zo'n 210... Nee. 280.000 erbij. Zie je bijna 1 miljoen liters. Zeg dat nou goed? Ik weet niet. Waarom ben ik hier? Dit is de... De graanmolen, die doen we verkopen. Die hebben de eerste oogst verkocht, Ruben. Je moet naar de winkel. Zie je, ik ben een kerel. Ik kan niet twee dingen tegelijk, hè. Dus ja, zo'n 990.000 liter per dag kan dat ding aan. Klopt dat? Nee, want het is 72, het is 140. Dus het is 860.000 liter. Dat kan die aan. Dus we gaan ongeveer 200.000 liter overhouden. Als we de hele kuil erin zouden stoppen. Dus we gaan minstens 4 van deze ritten doen. Maar dat doe ik niet waar jullie bij zijn. Oké. Okay. Onderhoudje. We gaan voor even dat stootblok eraf zetten. We noemen het een stootblok, maar het is natuurlijk een... hoe heet dat? Een gewichtje. Zo. We hebben geld zat nou, we hebben bulken van het geld nou. Dus repareren. 1600, geen enkel probleem. Oh, geen enkel probleem. Ja, ja. Aha, we gaan gelijk naast onze schoenen lopen, hè? Heb je het door. Maar de geldzorgen waren serieus wel een dingetje. Totdat we betaald zouden krijgen, wisten we ook. Ik ga hem weer terug. Even kijken hoe de situatie ervoor staat met het kuilvoer, zeg maar, met de biogas. Oh, ik ben zo blij dat we geld verdienen. Hè, nou. Het is wel een hoop werk. De dagen gaan lang zijn, maar ja, het is Farming Simulator, hè. Dus ja, moeten we zo snel mogelijk eigenlijk zorgen dat we een lopende bandsysteem gaan hebben. Zodat we deze bakjes automatisch kunnen laten vullen, moeten we nog een trailer erbij gaan hebben die continu alleen maar daarvoor wordt ingehuurd. Gevuld worden, dumpen, gevuld worden, dumpen. Want om het automatisch erin te laten lopen, ja, dat staat altijd alleen maar gruwelijk in de weg. Vooral in het begin dan. Zo, daar zijn we weer. Hallo allemaal. Tutuut.
De route van Ruud. Zo. Die zetten we hier neer, want we gaan wel een bakje vullen natuurlijk. Zo is het hier naar beneden. Yes. De wagens kunnen weer uit. Kijk, hoeveel liter zit er nou nog in? 33.000 liter en gaat weer langzaam naar beneden, zoals je kan zien. Helemaal mooi. Nou, ik heb dus nu nog een uurtje of 5 om deze kuil te leren. 40.000 liter. Dat moet wel gaan lukken voordat het 6 uur is. En dan kunnen we altijd nog deze kuil nog erbij doen. Kunnen we daar vanuit voeren in de bak. Dus deze hele kuil, deze 400.000 liter. Die is nog ook wel klaar, hè. 450.000 liter, die gaat sowieso daarin. Die gaan we sowieso gebruiken om als kuilvoer zijnde te verkopen. Want ja, die kuil gaan we niet nodig hebben. Want ik ga het echt proberen om het hier allemaal in te krijgen. Alles. En dan wordt het me even een beetje aanstampen flink. En heel veel heen en weer rijden. Dus de oogst gaat een stukje langer duren. Maar ja, we moeten het erin krijgen. Wat ook inhoudt dat we niet meer velden gaan doen met mais. Oh. Ik weet, het klinkt heel teleurstellend. Ik had allemaal ideeën om ook deze erbij te betrekken en zo. Maar ja, we zitten al aan de max. We maken al de maximale aantal kuilvoer wat we hier in de biogas kunnen stoppen, jongens. Dus ja, we kunnen op zoek naar wat anders om te gaan doen. Hoe gaat het met het maisveld zelf? Helemaal bemest. Niet helemaal. Wat is dat dan? Oh, dus dat net in het midden lag natuurlijk. Maar ja, voor de rest is het gewoon schitterend. De mais is aan het groeien. En als jullie terugkomen, dan is de mais volgroeid. En dan kunnen we weer gaan oogsten. Mensen, hartelijk dank voor het kijken. Mocht je nou nieuw zijn, hit die like knop. Druk op die abonnee knop, hè, dan mis je nooit meer iets. Oh, we gaan geld verdienen. Ik ga even scheppen totdat het morgenochtend 6 uur is. Tenminste, eigenlijk totdat het 7 uur is. Dan komen we terug. En dan, ja, dan gaan jullie wel zien hoe het eruit ziet. En dan wordt de oogst wordt een lange oogst. Misschien wel meerdere afleveringen. Aangezien we wat meer dingen tussendoor moeten gaan doen. Met scheppen. Ja, we moeten blijven doorscheppen hier zo. Als we hier dan weer zijn. En huppatee, een paar bakjes weer erin gooien. Noem het maar op. Dus het wordt een hele interactieve oogst. En het gaat gewoon wat langer duren. Maar dat is om excuses. Allemaal niet erg. Ik heb er nou wel zin in. Ik hoop jullie ook. Dankjewel voor het kijken, mensen. Tot de volgende keer. Doei doei.